De vergoedingen van de kapiteins en basha's in het binnenland zijn dringend toe aan een verhoging. Kapitein Bernard Akimboto van Botopassi zegt dat de lonen van gezagsdragers nu niets voorstellen vanwege de economische situatie in het land. De kapitein Basiamoro Gribakadje, dus echt Graland, ik kan lukken in Juno, dat de pot van Pinso betere money Juno, dat de boom, want echt, de kwam konja, de kapitein money Mustiami konja. Ja, botom man bopai dan, noma doro, echt mimia, dat massacalis mobile, want Jerry Tank Space Oli, vooral tapse ja, nu dat peda, amoni dat ik ba. Dus, moro diri baka. Dus enkele kapitein Basiana en ex-Europa. Maar, amoni, no sari. We kies money, maar amoni, no sari. No kan doen niks aan je. Dus, we le gralanti, kapitein Basia, we axilanti. Make de luku no afasi baka, moro betere. Akimboto weet dat de overheid moeite doet om zaken te realiseren. Echter is het werk dat hij en de collega's verzetten niet gemakkelijk. Onlangs hebben enkele gezagsdragers hierover gesproken met de vicepresident. A reactie van PP altijd, altijd adegozond toe, te wie naar een etakie, vooral wie de binnenlands maatappen, altijd al ook vaak weer kon big up en, hij charo nu, maar PP nog maar doen niks, want ja, hij moro stuur atapu, dus abi go. Dat kan alleen maar dat hij in een lijn kan zetten in de vader van Oudo. Akimboto benadrukt dat de gezagsdragers hun werk zullen blijven doen naar eer en geweten. Recentelijk hebben de kapiteins en basha's een petitie ingediend bij minister Gracia Emmanuel van regionale ontwikkeling en sport met het verzoek voor de salariscorrectie.